Heb jij nog iets te melden? Vertel. Nou, Crystal gaat sowieso geen problemen zijn. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Sternaya spelen Fortresscraft Evolved. Evolved. Alright. Yes. En vandaag is een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we weer tegenaan. Ik heb zin aan. Laten we even kijken wat er nu nog in de slime farm zit die we vorige aflevering gebouwd hebben. Spoiler Mines 2 eyes. Oké, prima. We hebben er ondertussen 10. Dat is best wel goed gegaan. En dan grappel ik nu wel even naar Sarah toe. Ogen voor dagen. Ja, dat is echt top, man. En we zijn dus vorige aflevering... Wee. Awesome. Dat was echt een goede sprong. Vorige aflevering wilden we eigenlijk iets bouwen en daar gaan we straks mee verder. Maar toen moesten we de slime farm eerst bouwen. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben nu die ogen. Dus dat is allemaal goed gekomen. En nu zijn we bezig geweest met het maken van dit. Tam, tam, tam. Wow. Wat is dit? Dit zijn onze oors. Kopperbars. Tinbars. Gesorteerd op niveau. Iron. Yeah. Oh, jij bent boven de grond. En hier komt onder de grond op jou te wachten. Ja, jij staat inderdaad. Ik kom eraan hoor. Oh, je pakt deze lift? Oké, prima. Zou je laten zien hoe het aan de onderkant zit? Ik kan er een trap van maken. Ik vind het wel vet, zo'n lift. Ja, zo prima. Oh, hier zit een gat in de grond. Wat is dat hier van beneden komen... Ik kan het misschien beter zien vanaf deze kant. Hier komt dus oors uit de grond. Uit de diepte. En hier moet zo meteen nog eentje worden aangesloten. Zijn we bezig. Ik ben nu bezig om er nog 7 van te maken. Maar... Kijk, dat is lekker, man. En er komt ook... koper wordt gesmolten daar ergens in de verte. Daar ook. Dat komt hier al gesmolten binnen. In ieder geval, dat komt hier binnen. En het hoeft niet eens gefilterd te worden, omdat het toch allemaal al gesorteerd is. Omdat het losse banden zijn. Ons oorspronkelijke idee was om ze onder de grond te gaan smelten. Alleen, dat mag niet. Dan zegt hij, ik heb niet genoeg zuurstof om hier uitgebreid oors te gaan smelten. Wat op zich ook alweer een beetje eerlijk is. Want, is wel logisch, maar wel jammer. Want je hebt 4 oors nodig per bar. Dus dan hoef je 4 keer zo weinig te transporteren naar boven. Dus dan kun je eigenlijk veel sneller bars maken. Maar ja, voor nu doen we het even zo. Nu is dat prima, hè? Denk ik het ook wel. En dit gaat dan hier naar boven. Ik zal je laten zien hoe het aan de achterkant zit. Mits ik er komen. Jawel. Tadaa. Oké, dus de power wordt geregeld hier door deze zonnecellen. Even naar boven. Oeh, nee, dat lukt niet. Oké, laat maar. Zo dan. Veiliger. Dus hier zit de power wordt geleverd door die zonnecellen. En dat gaat dan hier naar die ovens toe. De oors komen hier uit de grond, deze hoppers binnen. En worden dan verdeeld naar deze 3 hoppers hierachter. En hier zit dan de smelterij met induction. Dat is het, ja. Induction smelters. Mark 3 induction smelters hebben we nu. Dus dat is allemaal prima. Ja, er moet binnenkort nog wel wat meer stroom waarschijnlijk heen. Zodra we meer smelters gaan aansluiten. Maar... Het gaat nu echt prima. Met 3 zonnepanelen. Dat is best wel absurd. En oh ja, die hier... produceren 20. En er zijn er denk ik 6 aangesloten. Misschien 7. Ja, precies. Dat gaat wel goed. En deze truc hier... Ja, is het een truc niet echt, hè? Het is gewoon... Deze 3 hoppers gaan naar deze 3 hoppers, dit rijtje hier. Kan ik misschien dit met B beter doen? Ja. Dit rijtje in het midden. En die verdeelt het dan weer volgens over die 9 aan de voorkant. Het is wel een beetje een nadeel dat als je meer hoppers zou willen maken aan de voorkant, dan... Ja, dan moet je dit eigenlijk gaan uitbouwen. Moet je het opruimen. Nou ja, maakt het niet zo erg veel uit in principe, want als je hier 900 bars in hebt, dan kun je ze gewoon af en toe even pakken. En als je 900 bars hebt, dan heb je ook wel weer genoeg gebufferd, vind ik, denk ik dan, of niet? Voor nu is het wel prima. Ja, voor nu wel, zeker. Nu en daarbij zeker. Heb je zelfs meer dan 900, want daarachter staan ook nog wat hoppers om het te verdelen, dus kunnen er ook dus nog 300 bij. Iets meer dan 1000, klopt. Zeker waar. Dit is echt wel een stuk beter en het is ook een stuk minder chaotisch. Wat ik nog ga doen is, ik ga de oorthief hierop aansluiten. Die staat nu eventjes te chillen. Maar dat gaan we niet nu doen. Wat we nu gaan doen is wat we eigenlijk vorige aflevering maar zijn begonnen. En dat is het smelten van het resine. En daarvoor heb ik deze dingetjes gemaakt. De resin liquefier en de blatter en de refiner. Moeilijke woorden. Maar... daarvoor moeten we naar zo'n resine node en daarvoor heb ik een teleporter opgezet. Oh man, dit is echt super relaxed. We zijn er, niet eens hoeven te knippen. Dus dat is echt toppetje. Kijk eens aan.
Ik heb hier een resine nodig gevonden. Dit is het hardened resin, niet het soft. En dat moeten we gaan smelten om meerdere redenen. En ik heb ook al de stroom aangevoerd met deze Mark II lasers. Dus dat is... lijkt mij meer dan voldoende power. Ik heb geen idee hoe dit gaat werken, though. Dus laten we gewoon beginnen met het zacht maken van het lasers. Dat moet hier met dit spul. Zal ik het... volgens mij hier, denk ik. Zo heeft die stroom. Gaat hij nu gewoon overal op schieten? Scanning for hardened resin. Oh, wacht. Volgens mij kunnen we deze wel... kijk, hij begint dit al te... smelten. Wauw, het ziet er wel echt bizar uit, jongen. Als je dit ook wil zien, dan moet je even met de teleporter gaan, want dan kun je het zien. Ja. En daarna moeten er de resin liquefier. Ik weet niet. Kun je dit, als je dit neerzet, misschien gaat hij dit dan gewoon ergens oppakken. Oh, hij krijgt geen stroom vanaf hier natuurlijk. Ik denk dat ik dit even iets anders moet gaan opzetten. Ja, maar dat geeft niet. Oké, jou ga ik even oppakken. Goed gedaan. En jou ook. Yep, en dan moet ik eventjes hier in deze stroom. Maar ja, op dit blokje zet ik dan wel even een power node neer. Welke teleporter heb je gebruikt om daar te komen? Gewoon onze standaard teleporter? Ja, standaard teleporter. Oké. Het liefst zou ik dan nu eventjes hier van die blokken gebruiken. Hoe heet ze ook alweer? Kun je die hier überhaupt maken? Jawel toch? Different sign. Dus je kunt die gewoon handcraften. Ja, dat dacht ik ook, maar ik zie ze nergens. Maar ze staan ergens anders onder. Maakt niet uit. Ik heb een paar nodig. Zo dan. Weet je wat, laat ik dit gewoon... ja, hier naartoe uitbouwen. Zo. Welkom. Fijn dat je er bent. Leuk dat je kon komen. Allemaal lasers. Ja, dat is prima, toch? Oké, dus hier zit nu de power in. En dan zetten we hier wel deze apparaten naast. En ik denk dat dat wel goed gaat. Oké, hij heeft in één keer alle power opgegeten. Bzink. En dan nu de resin liquefier. Laser ablator. Oeh, het gebeurt hier allemaal. Sorry, je staat in de machine. Ah. En nu, wat doet dit nu? Looking for ablated resin. Oké, dat is wat deze heeft gemaakt. Oké. Ik heb geen idee wat deze apparaten nu precies aan het doen. Ja, tenminste, volgens mij is het ene is het resine aan het zacht maken. En de andere die gaat het dan zo meteen vloeibaar maken. En dan gaat dit apparaat gaat het in vaten stoppen, denk ik. En deze hoeft ook... oh, en die moet een hopper aan. Oké, prima. Ik maak hier wel eventjes dit paneel iets groter. Hoe? Ik heb het volgens mij fout gedaan. Meer ruimte. Als ik deze gang volg, kom ik bij onze schacht, denk ik. Ja. Klopt. Dan kun je weer naar huis. Vind je het niet meer leuk? Nou, ik ben even aan het kijken, want we moeten spullen daar vandaan transporteren. Dus dan zullen er nog wel een aantal dingen moeten worden bijgemaakt. Mhm. Oh, wacht eens eventjes. Oké. Okay. Volgens mij snap ik het ondertussen een beetje. Oké, deze heb ik even nodig. Dus deze maakt het resine zacht. Deze gaat er dan liquid van maken. Oké, dus dan zet ik hier een hopper neer. En dan gaat dat liquid hierin, in die hopper. En dan zet ik het... your base is under attack. Oh god. Maar hij loopt weer op. En dan zet hij hier de raffinaderij ding. Oh, wacht. En dan krijg je natuurlijk geen stroom. Ah, Bartoe. Nee, ik ben een beetje onhandig. Wacht. Ik ga het even shuffelen. I can do this. Do not worry. Deze moet dan hier. En dan moet die andere... waar staat die? Blokje zachtmaker daar. Een beetje extra power erin dumpen. Oké. Maar deze is aan het zoeken voor... ablated resin. Ja. Maar dat is... hier, toch? Oh, de scan size is heel laag. Scan size is 1. Oké, guys. Volgens mij gaat het wel goed. Mits nu... deze bolding... ja, gaat schieten. Haha. Pam, weg. Super chill. Dus wat deze setup eigenlijk is... is niet meer dan dat... die ablator... 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 ablator...
ja, het resine zachtmaakding. En dan heb je deze die met stoom eigenlijk, stoom en lasers, dat dan weer kapot schiet. Dus dit spul is volgens mij nu klaar om geharvest te worden, om opgepakt te worden, deze bol. En als die dan meer dan 1500 energie heeft, wat als ik hem een beetje duw, nu ongeveer is, dan gaat hij dat oppakken, denk ik. Of die andere, deze, ja, oké. Hap, oké, en hij pakt gewoon ook echt het blokje op. En dan krijgen we hier een unknown material. Ik heb er al 3 van. Oeh, unknown materials. Ik ben Boba. Ik zie hier mogelijkheden. Aha. Ja, misschien wil jij het even voor ons researchen. Ja, dat zou mooi zijn. Dan kunnen we zien wat dat is. Kun je dat nu doen? Serieus? Ja, ik ben al op weg. Maar het afvoer van ors van beneden naar boven is efficiënter dan van mensen op dit moment. Dat is, dat is op zich ook niet zo heel erg, omdat er veel meer ors naar boven moeten dan... 3 unknown materials gevonden. Oh ja. Dan ben ik wel benieuwd wat het allemaal 20 is. 20 punten en 5 punten. Ik hoop dat ik allemaal kan betalen. Nee. Platinum resin. Maar dat levert toch punten op, vriend? Ja, oh ja, maar ik heb het over power. Je hebt ook power nodig om te researchen. Oh, dat. Op die fiets. Ah. Maar dat gaat allemaal wel goed. Oh, oké. Omdat er genoeg storage is hier. Ja, dus het platinum resin. Dat is waarschijnlijk dit dan. Klopt dit? Oh ja, dit is partially platinum resin. Dan heb je dit. Dit is... Nou ja, dit is ook partially ablated resin. Dit ook. Ja. Dan heb ik ook nog liquefied, als het goed is. Liquefied, dat is het waarschijnlijk nu. Ja, dit is liquefied resin. En wat heb ik dan in mijn inventory? Dat is dit, liquefied resin. Aha, en dat moet dan in die liquefied resin refiner. Resin refiner. Oké, dat is prima. Maar die kunnen waarschijnlijk gewoon boven staan eventueel. Precies. Deze kan ik gewoon meenemen. Ja, dus dat is goed. Dus waarschijnlijk wat ik hier moet doen is dan eventjes... Aangezien dit gewoon... Gaan we dit wat tijd geven. Dus dan geef ik het gewoon... Op deze manier geef ik het even wat extra storage capacity. Dat we dit ding gewoon echt helemaal zijn gang kunnen laten gaan. Er moet alleen echt moeilijk veel stroom in. Dat geeft niet. Want we zitten maar op min 77. Dus we zouden best wel een losse energietoevoer hiervoor kunnen bouwen. Ja, dus dat is goed. Laten we eventjes naar boven gaan om te kijken hoe snel we dit kunnen refinen. Nou, dat is al best wel goed gegaan dan. Valt me alles mee. Maar ja, zometeen hebben we er dus echt een paar. Nou, ik denk dat als het automatisch gaat... Ook niet zo heel erg duur. Althans, ja, we zullen misschien wel dure dingen komen. Maar volgens mij de meeste spullen die we op dit moment willen hebben zijn nog niet zo duur. Hoppa. Oké, hier is veel power. Dus laten we het even snel hier doen. Kijken of dit... die erbij. En dan kunnen we hem... Zullen we dit even netjes doen. Ik krijg altijd op de kop van Sarania dat ik weer die apparaten niet goed instel met de add and remove. Okay. Ja, dan loopt het vast. Het is best vervelend. Dan hoef je niet zo gemeen te doen, nee. Oké, hij gaat nu... Oh, in, dan nu ben ik op mijn liefst. Nu is echt gemeen die. Dus, ja. Dat vertel je niet na. Oké, okay, ik vind dat hij nu aan de gang moet gaan, want er zit gewoon een liquid resin. Zo dan. Nee, het moet, dit moet remove. Desire is 128 pps. Current pps 0. Hij heeft gewoon geen power toevoer. Ik weet niet hoor, maar het staat wel. Found 6 of 10 items. Hij heeft 10 nodig. Oh, hij heeft 10 items nodig. Nou, oké, okay, dus dat gaat even op zich laten wachten. Heb jij nog iets wat je laat zien ondertussen? Nou, stiekem heb ik... stiekem toch wel. Oh, We wilden uiteindelijk oorspronkelijk ons heel resin-verhaal en alles... is voor mij allemaal nog voortgekomen uit dat we eigenlijk crystal wilden minen. En dat we gingen kijken naar die organic cutterheads... en eventueel naar de steel cutterheads. Ja. Daarvoor moest je dus dan low-grade steel bars maken. Nou, en dat was een stukje simpeler dan die resins we krijgen. Want die setup zie je hier. Nou, dit is wel echt de niet geautomatiseerde basic setup. Hier in het midden is de steel alloy smelter. En die moet ik je gewoon aan één... Sorry, ik... Je ziet hem niet. Nee, wordt die getekend? Zal hij wordt even... niet getekend. Nee, nou, zal ik hem even oppakken? Of ik pak hem waarschijnlijk toch op, dus ik plaats hem opnieuw. Boem. Nu? Ja, nu zie ik hem. Nice. Oké, nou in ieder geval aan de linkerkant kan je de nikkel ingooien, aan de rechterkant ijzer. Mag natuurlijk ook gewoon in één hopper. En dan maakt hij dan aan de achterkant, gooit hij er dan low-grade steel bar uit. Dus mocht je nog wat nikkel bars hebben, kun je die op zich in deze linker gooien. Dat is wel leuk, dan kunnen we hem ook even aan de slag zien, want dat ziet er wel cool uit. Nikkel is groen. In de linker?
Yes. Oh, hier. Wow. Wow. En maakt hem echt even, het smelt het echt even samen. Dat is ook wat. Nou, we zouden hem eventueel, nu we toch deze, gemakkelijk deze low-grade steel bars hebben kunnen maken, zouden we dus eventueel ook crystal kunnen minen met die steel cutter heads dan. Oh ja, dat wil ik wel doen. Maar dat is iets wat we zo meteen even moeten opzetten. Maar hebben we die al geresearched? Ja. Ja, oh, dus dan kan ik ze hier dan, als het goed is, kan ik ze bouwen. Ga weg. Deze steel cutter heads. Oh ja. Volgens mij kunnen we die eigenlijk overal wel in doen, toch? Volgens mij heeft het namelijk best wel zin om ze gewoon overal in te doen. Want op die manier kun je veel efficiënter. Zijn je oors minder snel op. Inderdaad, ga je je nodes, zeg maar, je oornodes gaan veel sneller minder op. Ja, waarschijnlijk. Ik denk dat we dat in. Je kunt dat gewoon automatiseren in principe. Hè. Je kunt er gewoon zo, als je er gewoon echt genoeg kunt maken. Maar dan moeten we eerst even goed nikkel halen, denk ik. We kunnen nu ons nikkel tijdelijk nog wel beter gebruiken. Ze moeten hierin. Maar hoe lang zouden ze meegaan? 10.000 oors. Deze gaan 15.000 oors mee. Oh, 15.000. Nou, zit ik toch in de buurt. Het idee is dus, want als die 20% efficiënter wordt. Wacht even, want normaal is die 20% efficiëntie en nu is die 10. Dus weer twee keer zo efficiënt. Dus dat betekent dat. Hè? Standard? Hoezo is standard 10.000? Ik snap het niet. Oh, maar die standard die gaat niet kapot. Oké, maakt niet uit. Deze gaat dus 20% efficiëntie draaien. Dus dat is, daar gaat hij twee keer zo lang mee. Dus dat betekent dat het twee keer zo lang duurt voordat ik deze installatie hierachter opnieuw hoef te bouwen. Nou, dat is, vind ik best wel vet chill. Ik vind het best wel waard. En wat je gewoon. Weet je, het enige wat ik wel afvraag is, zeg maar, als je nou hier een hoppertje neerzet. Ja, bijvoorbeeld hier. En die zet je op remove only. En hier doe je zo'n cutter head in. Ja. En je, deze, stel deze gaat nou op. Plonk. Krijgt hij dan een nieuwe? Ja. Super chill. Kijk, dat is mooi. Want dan kun je gewoon, maak je gewoon enkele tientallen van die cutter heads. Stop je ze in een hoppertje eraan. Zit je gewoon bij het bouwen van zo'n ding. Zit je het gewoon erbij. Super chill. Volgens mij is het echt heel erg veel beter. Ja, ik denk het zeker voor die wat kleinere oors, je hoeft het minder snel te doen. En in principe, je haalt gewoon meer oors uit dezelfde hoeveelheid. Dus in totaal zou je ook uiteindelijk kun je oors minder snel opraken. Ik denk niet echt dat je het leeg krijgt, maar toch is het waarschijnlijk wel nuttig, ja. Ik denk dat het wel prima is. Waarvoor hebben we eigenlijk die hardened resin nodig? Weet je dat? We hadden dat nodig voor een research, maar ik durf eventjes niet. Oh, dat kunnen we bij een research lab zien. En voor. Dat zal ik echt moeten nakijken. Oh, hier, die organic cutter head zou je het ook voor kunnen gebruiken. Maar die gaat 50%. Ja, 50% krijg je die increase in reducing. Oké, laten we gewoon. Dat hebben we waarschijnlijk ook nodig. Oh nee, dit hebben we nodig. Laten we eventjes een. Betere power zetten op de resinesmelterij. En we maken een crystal smelting. Toch? Yes. Kun je in plaats van deze bordjes misschien iets in de kleur of zo van dat ding doen? Dat je koperkleur doet? Je kan niet koper blocks maken, of wel? Nee, dat helaas niet. Dat hoop ik ook. Dat zou cool zijn. Huh. Kunnen het scheikundige elementen erop zetten, maar dat is nou niet echt ook kleur. Ja. Wordt het dan heel groot? Nou, denk het niet. Want als ik tint diep, wordt het ook niet heel groot. En dat is ook niet zo lang. Ja, dit gaat inderdaad, wordt het echt wel heel klein. Of, ja, je ziet van afstand, zie je dit niet eens. Je ziet er helemaal niks van, joh. Je ziet er helemaal niks van. Je moet er echt tegenaan staan, dan kun je het ook wel gewoon op de ding zelf lezen. Maar toch, gaat om het idee. Je kan ook gewoon alles pakken en dan niks voor jou overlaten. Vind ik wel goed. Ja, klinkt als een idee. Ja, ik heb toch van de meeste spullen wel genoeg. Right guys, ik heb de stroom aangesloten op de crystal. Nee, de resin. Ik heb ook crystal aangesloten, maar dat laat ik heb gedaan. Dus ik heb boven 6 pyro's neergezet. En dan 2 lasers naar beneden. En ik ben erachter gekomen dat het het beste werkt om gewoon de bladder en de liquefier, laser liquefier, om die op hetzelfde powerblok aan te sluiten. Ja, eigenlijk als je twee van die batterijen naast elkaar zet, dan is dat eigenlijk hetzelfde blok. Dat is wel prima. Maar zet het gewoon op dezelfde neer. Dat werkt goed. En ik heb hier een opslag met
3 storage hoppers. Nou, ik heb nu in alle tijd heb ik er nu 45 gedaan. Dus ik gok dat het wel even gaat duren voordat het vol is. Maar het is prima. En dit staat ook hier, maar dat hoort hier niet. Ik heb al één setje refined liquid resin gebouwd. Maar dit kost zoveel stroom dat ik echt zou aanraden om dat niet ondergronds te doen. Zoals ik net al zei. Doe dat alsjeblieft bovengronds. Want het is veel makkelijker om daar stroom te krijgen. Right, laten we kijken naar de crystal setup. Dat is deze kant op. Ja, je moet goed in de gaten houden dat het blauw wordt hier onderin. En dan moeten we uitstappen. Oh, dat is hier. Huh? Oh, hier zit een blokje. Right, volgens mij kunnen we als we hierheen gaan. En vanaf hier de lift pakken. Ik zei, dan kunnen we... Oh, nee! Oh, niet doodgaan, niet doodgaan, niet doodgaan, niet doodgaan. Dude, die lifts, die doen weer raar. Heb jij die... daar komt die, hè. Gebruik geen lift, hè. Waar kom je dan naar boven? Moet... Levensgevaarlijk. Ja, ik teleporte mensen gewoon voorbij. Dat is wel echt heel slik. Kijk eens aan. Hier is ook een lift. Ja. Kijk, hier zo zit... dit is ons setup. Om crystal deposits weg te halen. Volgens mij zit hij nu ook gewoon serieus allemaal vol. Dat komt omdat ik er ook echt bizar veel... ik heb er echt de hardste... Oh, heb jij die... Heb jij er hoppers op gezet? Oké, prima, maar niet uit. Er zitten dus van die... Volgens mij niet die fusion drillheads in. Dus de hoogste drillhead voorbij magnetic. En ik heb ook... dus die cutter heeft erin gedaan. Dus er komt echt bizar veel uit. Ik heb nu 1500. Net hadden we echt een stack. En die hebben we echt volgens mij een paar keer aan elkaar gegeven. Van heb jij de crystal deposits? Dus het is echt wel prima dat we dit nu echt goed gefixt hebben. Heb jij nog iets te melden? Vertel. Ja, crystal gaat sowieso geen problemen zijn. Dan kunnen we die gewoon continu uitgeven. Dus dat is wel mooi. En de volgende stap wordt denk ik om nu de rest ook maar eens te gaan aansluiten. Of jij natuurlijk eerst die filters in te bouwen. Ja, precies. Want nu kunnen we dus van alles bouwen waar crystal in zit. En één van die dingen... Ach, dat was echt pech. Goed, één van die dingen. Ik ben er weer. Zijn die crystal clocks. En die heb je zo meteen nodig voor... Die advanced filters. Dat is iets wat we willen doen. Even kijken, laten we daar naar... Ja, laten we daar een klein beetje naar kijken. Oh, we worden aangevallen. Altijd gevaarlijk. Heb jij die crystal clock setup gebouwd toevallig ergens? Sarah. Crystal clock setup, ja, die staat. Die staat. Dus is dit het? Echt vlakbij de power supply, de verticale power supply naar beneden. Op, ja, helemaal bovenin. Oh, ik zie het. Ja, je hebt inderdaad een hele badge gemaakt met. Van die dingen. Kijk, hier kan al een crystal deposit in, wordt hierin gedaan. Hier komen dan crystal clocks uit. En je hebt volgens mij 5 deposit nodig voor een crystal clock, geloof ik, zoiets. Maar die crystal clock makers die zijn echt super cheap. Dus ik snap niet zo goed waarom je er niet gewoon heel veel hebt gebouwd. Die hadden we liggen, dus ik had die gewoon opgezet. Hier, crystal clockmaker. Ik had het zelf zo gedaan. Ja, waarschijnlijk is het gewoon handig om dezelfde soort setup te maken als we daarboven hadden. Maar ik wilde hem nu gewoon net even opzetten. Want ik wilde filters bouwen. Dat snap ik heel goed. Zo, laten we dit even zo doen. Dan zou je zelfs... Oh nee, doe dit gewoon ook zo. Ja... Maakt er gewoon niet zo veel uit. Zo, oordeel krijgt geen stroom. Of wel? Ja, wat we dan zouden moeten maken, dan moeten we die... hoe heet dat ding nou ook alweer? Weet je wat ik bedoel? Dat je zo de stroom kan verdelen over apparaten die in de buurt staan. Ja, dat moeten we maken, ja. Dat lijkt me wel echt chill. Die wil ik nog wel even snel hebben. En ik denk dat dan... Het wordt weer echt een soort supervolle aflevering. Maar dat geeft niet. Er is ook gewoon zo superveel te doen. Vinden. Er is inderdaad ook echt, moet je kijken, al deze dingen, joh. Minecarts, hebben we nog niet naar gekeken. Cargo lifts. Ook best wel tof. Ik zie het niet hoor. Ik kan het niet vinden. Misschien staat het gewoon bij de stroom hier. Dan hebben we het gewoon nog niet geresearched. Dit zou ik wel, maar ik heb net de research gekeken. Wat het doet, het is een apparaat en die geeft stroom aan alles wat... Oh, hier, induction charger. Het is gewoon het eerste, joh. Oké, hier, induction charger. Die zou dan hier moeten staan. 25 keer. Oh, je moet ze... Oh, het is een multiblok.
Dat is een multiblok. En dan kun je... Maar kan ik dat ook? Nee, oké. Okay. Dus kennelijk is het de multiplayer goed, oké. Okay. En daar heb ik de power, de MK2 power boost voor nodig. Zat die, stond die hier onderin, geloof ik? Dat is de power core charger. Of niet? MK power booster, maar niet de power core charger. Jongens, dit is wel echt een ingewikkeld ding. Waar komt dit nou weer vandaan? MK2 power booster. Weet jij wat dat is? Booster. MK2 power booster. Die moeten we nog, die kunnen we nog niet. Nee? Nee, volgens mij heb ik die ooit dus onderaan bij de research zien staan. Ja, maar dat is niet de power booster. Dat zijn power core charger. Dat is heel wat anders. Was wel een MK2. Ja, dat heb je goed onthouden. Jeetje, wat flauw zeg. Nou oké, maar niet uit. Ja. Dan moeten we waarschijnlijk de Ultra Power Grid of zo researchen of iets. Kijk naar al deze research, man. Wow, het is echt amazing. Daar hebben we al even voor nodig dan. Ja, wat we nu wel kunnen doen, wat wel echt super chill is, dat we ons... hoe heet het kunnen? We kunnen dat Liquid Resin kunnen we nu wel gaan exporten. Hier, dat gaat gewoon zo. Ik denk dat ik dat gewoon hier ga doen voortaan. Kijk hoe lang het duurt voordat Sarah daarover gaat klagen. Kom op, doe je ding. Waarschijnlijk niet zo heel lang. Zit hier nog een top animatie bij? Oh ja, kijk, hij loopt vol waarschijnlijk met dit spul. Wat krijgen we er dan? Oh, je krijgt er van die tonnetjes krijg je eruit. Refined liquid resin. Dat is prima, want daar kunnen we weer echt allemaal dingen mee gaan bouwen die we ook echt keihard nodig hebben. Dus we hebben echt weer een nieuwe tier af eigenlijk. We hebben het crystal gefixt en we hebben het liquid resin gefixt. Ik ga nog wel een manier zoeken om... oh, dat kan ik wel doen. Ik ga denk ik heel veel van die solar panels bouwen. Niet de organics, maar de... Nou, die zouden ook wel kunnen. Maar gewoon de solar panels. Het gaat ook naar beneden. 90. Dat worden wij gehit? Of we worden keihard gehit, maar we gaan weer omhoog. Nou, toch 10%. Waarschijnlijk zo'n dikke. Zo'n fatty? Maar waar is die dan gebleven? Nou, hij is nu dood, want hij is nu ook weer bijna helemaal geheeld. Au. Oh. Denk ik. Ja, af en toe komt er dus echt een huge wesp. Echt een huge wesp. Maar die heb ik nog niet op beeld kunnen krijgen. Dus ik zal proberen om een keer te laten zien. Zijn er hier nog goede dingen? Alleen spoiled remains. Nou zeg. Oké. Anyway, ik denk dat we dat gaan doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je nou een leuke aflevering vond. Dude, we worden weer gehit. Ja, maar gelukkig kan die dat wel hebben. Dit is wel heel weinig damage nu. Kijk, daar komen ze nu vandaan. Ze hebben weer de boel onder liquid resin zitten smeren. Vieze beestjes. Ja, en ik denk dat ik ook maar even een setup ga maken. Zodat alles wat die wespen droppen, dat het wordt opgepakt. Ik denk dat dat wel handig is om te hebben. Anyway, dat gaat het echt doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Laat alsjeblieft een like achter. Laat in de comments achter of je nog goede plannen hebt. En hoop je al te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!